finale. We hebben in die finale die we waarschijnlijk van verwacht hadden. Nou ja, je hoopt dat je altijd wint als je een finale speelt. Ja. Ik heb tegen de jongens gezegd dat, dat het eigenlijk in de doelstellingen een haalbaar iets is geweest. En we hebben het waargemaakt dat we bij de eerste vier zijn geëindigd. En dan speel je vanuit de tweede plaats en dan heb je één wedstrijd. Maar dat is een soort van cadeautje, want wij konden promoveren en die mannen konden degraderen. Uiteindelijk loopt het zoals je het eigenlijk niet hoopt. Ja. Dus jij hebt een paar hele goede kansen in de tweede helft. Nou, je kunt wel zeggen van het zat er niet in, maar dan zeg ik van dat is niet zo, want het zat er wel degelijk in. Ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel moeite gehad de eerste 20 minuten om aan te voelen waar zij goed zouden zijn. En dat is allemaal wel verteld, maar je moet je altijd wel pareren. Nou, ja. In de tweede minuut dan moet Wouter al met een zware knieblessure eraf, dus moet je al noodgedwongen, moet je gelijk een van je mogelijkheden moet je inzetten. Een optie die je hebt, want daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Stel dat we moeten verlengen of stel dat we het laatste half uur moeten wisselen of verdedigd of aanvallen. Dus daar hebben we allemaal wel goed over nagedacht. Alleen op het moment dat je dan die tweede helft start en de wedstrijd eigenlijk wat meer controleert in de zin van dat je vanuit de zijkant ook probeert te spelen, dan zie je dat we met name in de omschakelmomenten dat wij best 200% kansen hebben gekregen. Nou, ik zat achter het doel, Jan, en toen dacht ik bij mezelf, nou, één ervan, die had er eigenlijk in gemoeten, hè? Nou, die had je er ook in kunnen lopen, heb ik net gehoord, maar weet je, we maken niet een doelpunt omdat we dat met opzet doen, dus als je een kans mist, dan mis je een kans. Het is vervelend, maar ja, weet je, als je dat drie keer overkomt, dan is er wel een voetbalwet die zegt van, oké, de eerste beste kans bij de tegenstander gaan, of bij ons gaat erin. Hè. Zo was het ook, het was een goede goal, je kunt het kwalijk nemen, maar ja, die kopte goed in. Dus een beetje zo'n Huntelaar doelpunt, inkomen lopen en hem scham of raken. Ja, dat is moeilijk te verdedigen. Dus dat is gewoon heel erg zuur dat hij 8 minuten voor het eind signaal valt. Nou, heb je nog wat... Zat je stiekem al een beetje aan de verlenging te denken? Nee. Ik zat te denken aan het moment dat wij zouden scoren. En nogmaals, we hebben twee hele goede mogelijkheden gehad. Dus we hebben dat in deze situatie gemist. Ja, uithuilen, opnieuw beginnen. Ik weet niet of het uithuilen is. Ik denk dat we een goed seizoen hebben gedraaid. We zijn tweede geworden. We hebben van onze fouten weer kunnen leren. We nemen het mee naar volgend jaar. Dus, ook hier valt mij weer op, Jan, als ik daar naar de wedstrijd kijk en ik kijk naar Stadspark en ik kijk naar hier, denk ik bij mezelf van, en ik heb dat al eens eerder gezegd dit seizoen, de onderstel van de derde klasse, het bovenstel van de vierde klasse, er zit maar weinig verschil in. Er zit ook weinig verschil in. Nou, dat ben ik met jou eens. Ja. Dus laat je het even op hele essentiële onderdelen liggen vandaag. Ja. Het afmaken. Misschien wel. Ja. 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 Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Hè. Het is een kwestie van een haar, zeg maar. Weet je, dus daar kun je teleurgesteld zijn, maar je kunt ook denken van, we hebben een mooi seizoen gehad en we moeten hier op deze voet verder. En dat overheerst toch het gevoel van, we hebben een goed seizoen gedraaid? Ja, kijk, ik kan wel vrij redelijk relativeren in die zin. Ik heb wel die vereniging wel wat geleerd. Dus je kan wel bij de pakken neer zitten, maar zo zit het natuurlijk niet. Ja. Dus je hebt een goede kans gehad, gekregen. Een cadeautje heb je helaas niet uit kunnen pakken. Hadden wij gescoord, dan zijn er vast niet meer aan te pas gekomen. Dan had je wat meer vanuit de omschakeling nog kunnen voetballen. Nou, dat is niet gebeurd. Ja. Dus dat is een mooi seizoen. Achter ons gejuich van de kleedkamer van Stadspark. Logisch, je wint met 0-2 van Rosso Buffalo. Ja. Dus derde klasse blijft. Gelukkig wel. Ik denk dat Buffalo vandaag ook wel een paar beste kansen heeft gehad ook. Om ons pijn te doen. Maar ik denk uiteindelijk, dat ik over de hele wedstrijd kijk, dat Stadspark toch wel de betere voetballende ploeg was. Ja, en ook gewoon twee goede goals gemaakt. En ik denk terecht in de derde klasse blijft. Ja, toch gebeurt dat in de fase dat ik denk van die goal kwam, je geeft het zelf al aan, heel gemakkelijk aan de andere kant vallen. Moet vallen. Op het moment dat Schiedelmeijer die bal op de 5 meter krijgt en hem ook boven schiet, zeg ik ook tegen de assistent van ze hebben nu een kans achter elkaar gehad. Eén voor open goal die ze naast schieten en
ik denk dat zij, ik denk dat de volgende bal die wij krijgen, die in de 16 komt, ook raak is. En ja, je ziet vervolgens twee minuten later een corner aan de overkant. Ja, die wordt gewoon fantastisch binnengekopt door Ruud Jorna. Dus ja. Ja, dan was het weer natuurlijk ook een beetje spelbreken. Want vooral die gesteld uitverdedigen bij jullie, dat ging niet dicht. Dat ik zeg van, zo hoort het. Nee, we hadden echt heel veel last van de wind. En ik moet zeggen, de tweede helft bleek dat de wind wel wat was gaan liggen. Maar ja, wij zeiden ook, je kan ballen hoog wegschieten, maar ze komen net zo hard weer terug. Dus ja, we hebben geprobeerd te voetballen en hebben afgesproken, joh, probeer gewoon geen kansen weg te geven. We moeten in de eerste helft gewoon door, als hij een keer goed valt, valt hij. Maar we moeten geen domme dingen gaan doen, achterin met een balletje breken of want hij waait gewoon terug. En dat heb je ook een paar keer gezien met een doeltrap of een, iemand die uitloopt, die bal die gaat omhoog en die komt gewoon naar beneden. Dus ja. Ja. Ja, heeft Bakker daar dan te weinig gebruik van gemaakt, van die wind? De eindpaas van hun was gewoon heel slordig. Ja, het was voorspelbaar wat ze deden. En alles ging via de linkerkant. En ja, dat hadden wij gewoon dichtgetimmerd. Ja, en de ballen die zij op de goal hebben geschoten, is de eerste helft in één bal tussen de palen geweest. Dus alles ging richting vangnet. Dus ja, dat is voor ons goed. En ja, tweede helft. Konden we even beginnen. Het was gelijkwaardig tweede helft. Ja, totdat er toch wat meer risico's. Je zag dat zij ook wel vermoeid raakten. En toch wel spelers met pijntjes die gewisseld werden. Op een gegeven moment zijn ze door hun wissels heen. Ja, en dan zie je dat wij toch dat stukje extra kunnen brengen om ook gewoon die 0-2 erin te schieten. Dus, ja, over dit hebben we er gesproken. Ik zag een paar keer aan jullie linkerkant dat ik denk van oei. Daar zat de plank niet echt op een plek. Nee, klopt. Het was soms heel moeilijk, maar ik denk vooral ook door de wind en het veld. Het veld was ook niet even vlak. Ja, het was moeilijk voetballen. Kijk, wij spelen zelf op kunstgras, maar die jongens waren bij ons op gras om te spelen. Dus, ja, ja, nou, het veld heeft niet gelegen in elk geval. Nee, absoluut niet. Jullie blijven derde klasse? We blijven lekker in de derde klas. Het mag weer volgend seizoen. Beetje vertrouwen erin? Ja, absoluut. Dus we gaan gewoon weer met frisse moed verder. En ik heb het in die jongens gezegd, laat dit gewoon een incident zijn. En zorg gewoon dat je volgend jaar gewoon even wat slimmer bent. Met de dingetjes regelen. Speel voor dat je niet. We hebben gewoon een afspraak, als je kind niet kan, is het geen probleem. We hebben een brede selectie. Maar het moet niet zo zijn dat de 7, 8, 9 man op een zaterdag niet kunnen. Want we hebben gewoon een probleem. Nee, maar dus je hebt verplichtingen, vind ik dan. Klopt, je kiest voor teamsport. En vroeger was het zo dat alles moest wijken als je op zaterdagmiddag moest voetballen. Maar je ziet het in het hedendaagse voetbal dat toch mensen weekendjes weg. Ja, maar denk je dat besef nu toch wel doorgedrongen is van ja, zo kan het niet? Nee, daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Nu hebben we gezegd van jongens, volgend jaar niet meer. Want dat sprak wordt gewoon sowieso in de derde klasse voetbal.